Terugdringen wateroverlast, prioriteit regering Boutersen Adien. In het jaar 2019 zal het Saramaka-kanaal worden uitgebaggerd om zodoende de wateroverlastproblematiek het hoofd te kunnen bieden. Dit heeft president Desiree Delano Boutersen meegedeeld tijdens zijn nieuwjaarsrede. Naast het baggeren van de vargeul van de Surinamerivier zal ook het baggeren van het Saramaka-kanaal op infrastructurele en op sociaal-maatschappelijke vlak worden aangepakt. Het direct effect hiervan zal zijn dat de wateroverlast in Paramaribo en Wanica wordt teruggedrongen. Het hemelwater zal sneller zijn weg terugvinden naar het kanaal en de wateroverlast blijft hierdoor beperkt, aldus president Boutersen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.